Vandaag rijden we steeds vaker met een elektrische of een hybride wagen. Maar we weten niet altijd wat de meest efficiënte manier van laden is en welke manier ons het minst zal kosten. Bij Engie hebben we de Engie Drive App voor onze klanten ontwikkeld, die ervoor zorgt dat je zorgeloos en kosteloos het laden kunt gaan beheren. Dus eens je klant bent van Engie, kan gebruik maken van de Engie Drive App. Wel, de Engie Drive App zorgt er eigenlijk voor dat je geen nood meer gaat hebben aan allerlei andere apps. We gaan eigenlijk proberen om alle informatie rond je laadbeurt om die te centraliseren. Zo gaat die ervoor zorgen dat je laadbeurt gaat geoptimaliseerd worden naar gelang je prijs. Bijvoorbeeld het al-nachttarief. Tweede, gaan we je inzicht geven over je werkelijke kost van je laadbeurt. En ten derde, gaan we ook rekening houden, als je dat hebt, met zonnepanelen en zonneproductie. En gaan we je laadbeurten daarop ook gaan optimaliseren. Daarbij komt ook nog dat de app er gaat voor zorgen dat als je indiceert dat je morgen om 8 uur je batterij vol wilt hebben, dat die er gaat voor zorgen dat dat ook effectief gebeurt en aan de beste en optimale prijs. Ik heb momenteel ongeveer 3/4 jaar een elektrische wagen en ik was toch wel verwonderd toen ik zag wat de invloed daarvan was op mijn energieverbruik. Ik ben dan ook gaan bekijken van wat moet ik doen met mijn energiecontract en vooral hoe moet ik nu eigenlijk die elektrische wagen zo voordelig mogelijk opladen. Vroeger moest ik eigenlijk echt gaan zoeken wanneer is nu het juiste moment om op te laden. En dat is toch wel een heel gedoe. Ja, ik was eigenlijk op zoek naar een oplossing zodat ik eigenlijk niet meer moet bezig zijn wanneer ik die wagen nu moet gaan insteken. En om veel met mijn zonnepaneel te kunnen laden. Ja, ik weet wel dat er heel gesofisticeerde toestanden zijn op de markt, hè, waarbij ze een bakje bij je thuis komen installeren. Maar ja, je hebt gezien, mijn laadpaal die staat op de oprit. En ja, ik was zeker niet op zoek naar nu nog eens een installatie, nog een keer mijn klinkers gaan openbreken. Nu ik de Drive App gebruik, heb ik helemaal geen probleem meer. Ik kom gewoon thuis en dan steek ik de wagen in en hij gaat dan automatisch zelf laden, wanneer dat voordelig en het goedkoopst voor mij is. Toen ik de Drive App heb geïnstalleerd, toen heb ik eigenlijk direct mijn wagen toegevoegd aan de app. Dat was heel eenvoudig. Ik heb dan ingesteld dat de batterij, wanneer ik de wagen begin op te laden, dat die altijd minstens tot 20% moet laden. Want ja, ik weet niet wanneer ik eventueel nog plots weg moet. En ja, dan wil ik toch echt genoeg batterij hebben om weg te kunnen. Voor de rest heb ik dan ook ingesteld dat hij maximaal tot 80% van de batterij moet laden. Want ja, dat is hetgeen dat mijn garagist mij heeft aangeraden, dus dat heb ik dan ook zomaar ingesteld. We starten met de Drive App doe je ten eerste door de instellingen in je wagen te checken en of aan te passen. Je moet via je wagen toestemming geven dat jouw constructeur en eventueel ook derde partners zoals Engie toestemming krijgen om de gegevens van je wagen te ontvangen en ook de locatie van je wagen ontvangen. Eens dat in orde is en je hebt de Drive App geïnstalleerd en geconnecteerd aan je voertuig, ja, dan gaat de app eigenlijk volledig het laden voor jou overnemen. Vroeger moest ik kijken wanneer schijnt die zon nu eigenlijk en dan naar buiten lopen om dan de wagen te gaan beginnen opladen. Ja, dat was een heel gedoe en vaak vergat ik dan ook dat er ondertussen wolken gekomen waren, waardoor hij toch aan piektarief verder aan het laden was. Ik had het gevoel dat ik eigenlijk veel te weinig laadde met de zonnepanelen. Het is helemaal niet technisch, hè. Ik ben ook geen techneut. Ja, er zijn een paar instellingen, hè. Je moet zeggen van hoeveel vermogen hebben je zonnepanelen. Ja, mijn dak is ongeveer 60 graden. Dat heb ik heel makkelijk kunnen instellen in de app. Om te gaan zonneladen met de Engie Drive App is er geen verdere hardware nodig. Er zijn ook geen verdere kosten aan verbonden. We maken gebruik van weersvoorspellingsmodellen om zo te bepalen wanneer dat het optimale moment is voor jou om te laden met jouw zelfgeproduceerde zonne-energie. Om de lading van je wagen te starten is er een minimum vermogen nodig. De productie van je zonnepanelen is niet altijd voldoende om dat minimum vermogen te leveren. Daardoor ga je soms ook stroom van het net gaan moeten afnemen in piektarief. De Drive App gaat je helpen om te beslissen of dat het voordelig is om te blijven laden tijdens de zonneuren, dan wel om je lading te gaan verplaatsen naar de daluren. Nog een belangrijke tip rond laden op zonnepanelen is om de laadsnelheid van je voertuig naar een minimum in te stellen. Op die manier zorg je ervoor dat je zo weinig mogelijk energie van het net afneemt.
Speciaal voor mensen met een elektrisch voertuig of een plug-in hybride voertuig heeft Engie het Engie Drive energiecontract ontwikkeld. Het is energiecontract 100% hernieuwbare en Belgische energie. Je hebt een vaste variant met een vaste prijs waar dat de prijs gedurende 1 jaar gegarandeerd is. En een Engie Drive variabel waar dat we de markt maandelijks volgen wat betreft de energieprijs. Specifiek aan het Engie Drive energiecontract is dat er 30% verschil is tussen de piekuren en de daluren. En dat maakt het super interessant om je voertuig tijdens de daluren te gaan opladen. Gebruik je daarbij ook nog eens de Engie Drive Energie app om slim te laden, dan krijg je van Engie ongeveer 1 euro per laadsessie extra. Eigenlijk moet ik die Drive app niet meer open doen. Nu, ik doe de app natuurlijk wel nog open, hè, want zo kan ik kijken van wat zo'n laadbeurt mij nu eigenlijk juist gekost heeft. En ja, ik zie dan ook dat ik weer extra spaartegoed heb opgebouwd en dat vind ik toch wel echt leuk, eerlijk gezegd. Door nu veel meer met die zonnepanelen te laden en door veel meer in de daluren te laden, dat ik toch al zeker een 150 euro heb bespaard, denk ik, in vergelijking met mijn vorig tarief. En dat is toch wel de moeite, vind ik. Hè. Als eigenaar van een elektrische wagen is het belangrijk om het juiste energiecontract te kiezen. Het is ook goed om op voorhand even stil te staan bij de manier van laden, want de juiste keuze kan ons wel wat centen besparen, zo blijkt.